ik weet niet wie die zanger is. Maar dan word je al meteen helemaal ontroerd eigenlijk. Verder dat verhaal, ja, schitterend. Ja. Hij ziet haar zitten aan de kant van een weggetje. Hij gaat naast haar zitten. Steekt een sigaretje op. Veel praten kunnen ze niet, want zijn Maleis is nog steeds niet zo goed. Ik vond het indrukwekkend inderdaad, dat je ermee bekend wordt gemaakt dat er toch door een uitzending of een oorlog altijd kinderen achterblijven die tussen wal en schip vallen. Hij staat op. Zij ook. Ze pakt hem bij zijn hand en leidt hem naar haar huisje. Haar broertjes hebben mij ontdekt. Wij voetbalden met ze als militairen, met die jongetjes van, ja. Hoe oud waren ze? 8, 9. Ja, hè? En die meldden toen thuis aan hun zus. Aan mijn moeder, van ik heb nou een kleine Hollander. Een kleine vinger, niet van die grote vinger. Niet van die haren waar Inge het over heeft. Hij is nog altijd netjes, zou mijn moeder zeggen. Hij werd overgebracht van Java naar Nieuw-Guinea. Dan moest hij dan daar. Omdat het. In de hoop dat je niet meer aan haar zou denken. Op de dag dat wij zouden trouwen, werd hij overgeplaatst. Zie wel, zei mijn familie. Hij was helemaal niet van plan om met jou te trouwen. De vaders wilden wel, maar mochten niet. Want het was bij legerorde verboden. Om met de huishoudelijke bevolking in contact te komen. Binnenkort ga je terug. Laat Indië achter je. Ga in Holland verder met je leven. Ik zei net tegen mijn vriendin dat ik begrijp waarom je dat toch redelijk verknipt vandaan is gekomen. Want emotioneel, ja, had mijn vader niet veel meer te missen. Dus het was een man die met zijn gevoel niks meer kon. De mensen in de kampong zeiden. Is hij wel de vader? Natuurlijk is hij de vader. Ik was niet zo van de een naar de ander. Nee. Een heleboel mensen die ik ken zijn daar geweest. En daar wordt niet over gesproken. 40, 45 wordt besproken. Dat hebben mensen hier natuurlijk meegemaakt. Maar dat stuk. Is ver weg. En dan denk ik van, nou, als je nu ziet wat dat betekent heeft voor mensen, ja, dat raakt me wel. Absoluut. Tietinga en de Griblanda. Ze woont in Holland. Haar vader is een Blanda, een Hollander. Een soldaat. Het klinkt gek om van jezelf te zeggen. Ik vond het goed gaan in die zin dat ik wist. Mijn emoties en dat ik wist waarom ik het deed. En dat ik dicht bij de waarheid wil blijven. En geen valse sentiment of emotie. Het moest zuiver blijven. En dat gevoel heb ik wel, dat het zuiver is gebleven.